Goedendag iedereen, welkom te Terneuzen. Ik ben hier in de omgeving van Terneuzen Zuidpolder Winkelcentrum. Nog even interessant uit de lucht. Ja, het leuke hier aan Terneuzen Zuidpolder Winkelcentrum, het is gelegen in het midden van de woonwijk. Het is ook wel nog een stuk van Terneuzen, dus in de horizon heb je daar waterfront. Dus de locatie van het stadhuis, ook de Westerschelde en zo verder. Dus dit stuk is wel, dacht ik, 2 kilometer van de Zeedijk ongeveer. Dus hier nog even interessant. Zuidpolder, in het midden van de woonwijk. Ja, ook wel veel video's over Zuidpolder Winkelcentrum. Zoals ik in Terneuzen ben, ben ik vaak ook hier. Ook wel leuk. Zo, daar heb ik al de parking in beeld aan de kanten van de Albert Heijn. Dus daar heb je 2 supermarkten, dus Albert Heijn, de andere kant de Lidl. En dan ja, die diverse handelszaken zoals de Etos, de Kruidvat, Blokker. Zo, even leuk hier. Het winkelcentrum uit de lucht. Ja, het winkelcentrum bestaat 50 jaar. Het is een bijzonder mooi winkelcentrum met natuurlijk die lichtstraat en dan ook in het midden die open ruimte. Hier ook een zicht op bakkerij Bart. Zo, beste mensen, de parking, bakkerij Bart, dan even de ingang aan de andere kant hier via de Lidl. En dan de lichtstraat als gewild en dan even verder de binnenruimte. Zo bijzonder mooi. Ja, dan ook terug even de omgeving hier. Dus de ene kant vlieg je richting hospitaal. Daar heb je dan wel een zone dat je niet mag vliegen aan het hospitaal. Maar dus de andere kant ook de mogelijkheid om richting stadhuis te gaan. Maar bon, nog wel even interessant hier. Die woonwijk is toch wel druk bewoond. Combinatie van appartementen en meestal wel woningen hier. Ja, het is niet het ideale vliegweer. Het regent natuurlijk veel momenteel, maar bon, ik heb ook gekeken naar de weerkaarten. Dus momenteel geen regen aanwezig.
Is wel redelijk gewend, dus wel even interessant ook met deze weersomstandigheden hier een vlucht te doen. Enfin, nog een mooi zicht daar op Terneuzen. Binnenstad en opnieuw waterfront daar. Dat is altijd wel leuk. En dan de rechterkant, ja, ga je naar de woonwijk van Othene. Dus over het water. Mogelijkheid rechtdoor, oftewel de andere kant aan het ziekenhuis. Dus en dan keer je wel even terug. Maar hier zie je dus ook wel de scheiding dus van het water hier en de andere kant van deze woonzone. Hè. Dat is ook wel nog even interessant. Er zijn ook wel veel dronevluchten van de woonwijk van Othene, dus afzonderlijk te zien. Zo, beste mensen, ik ga terugkeren hier. Nog een beeld op het kanaal Terneuzen-Gent. Dus natuurlijk de Westerschelde verder met de aansluiting naar de Noordzee of de vaarroute ook naar de haven van Antwerpen. Zo. En zo, beste mensen, tot de volgende keer. Tot terugspannende vluchten. Ik zal wel wat meer dronevluchten terugmaken. Dus het is nog altijd wel bijzonder leuk, even uit de lucht. Zo, tot de volgende keer.